ProRail eigenlijk voor dieren langs het spoor? We staan hier in Giensveen, midden in een natuurgebied, langs de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. En we zijn hier bezig met een boring van een faunatunnel. Een faunatunnel die boren we onder het spoor bijvoorbeeld door. En dat is voor de dieren, zodat ze veilig het spoor kunnen oversteken en zo aan de andere kant van de spoorbaan kunnen terechtkomen. Hij is echt bedoeld voor de kleine en middelgrote dieren, amfibieën, reptielen. En deze tunnel hier zo, die is specifiek gemaakt voor de gladde slang en de heikikker. Maar voor treinverkeer levert het eigenlijk geen extra gevaar op, mits we het boorproces goed onder controle houden. Dat doen we eigenlijk op twee manieren. We kijken zelf in de boorkop naar wat het boorfront doet, of dat niet instort. En verder houden we ook het spoor in de gaten middels monitoring. En weten ook of het spoor verzakt of niet verzakt. Naast de kleine faunavoorzieningen, waarvan ProRail er ongeveer 70 in heel Nederland gaat aanleggen in totaal, maakt ProRail ook ecoducten. En als je kijkt naar de 70 faunavoorzieningen, daar zitten ook weer verschillen in. Je hebt faunatunnels, je hebt dassentunnels en je hebt bijvoorbeeld ook loopriggels, zodat de dieren makkelijk kunnen oversteken.